600 basisschoolleerlingen brengen hun vakantie deze week door op een onbewoond eiland. Dat is namelijk het thema van de regionale stichting Kika, dat sinds 1959 kinderkampen organiseert. Voor kinderen uit Eindhoven en Veldhoven. Deze stichting is niet te verwarren met de landelijke stichting Kika dat zich inzet voor kinderen met kanker. Op en nabij kampeerterrein Het Spurgt in Bakel zijn de kinderen onder meer druk met levend ganzenbord, bosspelen, speurtochten, sportmiddagen en kampvuur.